Alsof ze zelf wereldkampioen zijn geworden, zo werd Team Kuipers dinsdag op Schiphol onthaald. Het arbitrale trio floot op het WK in Brazilië een uitstekend toernooi, maar moest vanwege de goede prestaties van het Nederlands elftal toch naar huis. Björn Kuipers kijkt met veel voldoening terug op het avontuur. Fantastisch. Ik ben een herinnering die nooit meer uit onze gedachten zal gaan. Het team, de plezier wat we hebben gehad, de wedstrijden. Wij kunnen terugkijken op een geweldige ervaring. Wat zijn momenten waar je het meest van geniet? Het moment dat je de aanstelling krijgt voor een wedstrijd. De wedstrijd voor ons, de eerste was Engeland-Italië. Dat was natuurlijk een fantastische kraken in Manaus. Het moment van opkomst als je staat tussen die mannen in die grote fantastische stadions en er volksliederen worden gespeeld. Het moment dat het fluitsignaal gaat is die spanning natuurlijk weer wat minder. We kijken gewoon terug op fantastische momenten. Als je een wedstrijd hebt gefloten, hoe zijn dan de reacties vanuit Nederland? Ontploft dan je telefoon of hoe gaat dat? Ja, dan ontploft zeker je telefoon. En dan is het ook fijn om te zien hoeveel reacties je van vooral collega's krijgt. Hoe ze meeleven, hoe de wedstrijd gegaan is. Dat is wel een heel prettig gevoel. Geen mixed feelings? De appel was even zuur, maar ook die zure appel die bijten we met liefde weg omdat Oranje, hopelijk, want dat is natuurlijk wel even zo. Ik bedoel, ze moeten natuurlijk wel woensdagavond nog even winnen. En ze moeten daarna ook nog winnen in het Maracana en dan die beker mee naar huis. Want dan is het gevoel voor ons nog veel minder erg. En wie zit er zondag op de tribune? Als Nederland de finale speelt, dan zitten wij op de tribune, ja.